Wilco van Schaik is de nieuwe algemeen directeur van NEC. Promotie is natuurlijk een belangrijk onderwerp voor de nieuwe directeur. Ik denk dat een club als NEC, als het in de hippieleving speelt, altijd moet gaan voor promotie. Maar dat is je ambitie. Straks aan het eind van de transferwindow, dan weet je precies hoe je elftal ervoor staat. Nou, technisch moet er echt wel het een en ander gebeuren. Daar ligt een hele grote uitdaging ook voor Remco. Daar ga ik hem in ondersteunen. We gaan veel samen doen. Maar ambitie is natuurlijk altijd terugkeren. Alleen de realiteit is wel dat de selectie eerst in evenwicht moet komen. We nog niet precies weten wat er eind augustus in de selectie zit. En dan kun je pas een reële doelstelling maken. Maar we moeten reëel gaan kijken straks wat voor elftal we hebben. Goede trainer erbij hebben. Spelers ontwikkelen. En dan kijken richting de Eredivisie. Dat is de ambitie. Kun je niet van weglopen als NEC. Je bent een topclub in de Super League. Maar ja, of het reëel is, dat zul je straks eind augustus moeten gaan bekijken. En dan ga je eerst naar de winterstop toe werken. En, ja, je moet er altijd voor gaan. Maar wel met de realiteit in ogen dat we technisch wel evenwicht moeten gaan krijgen in de selectie. En dan kun je een groot budget hebben. En misschien straks wel, wat ik lees, het grootste budget van de Jupiler League. Maar uiteindelijk gaat het gewoon om de kwaliteit die op het veld staat en het team. Dus daar kunnen we eigenlijk een stuk meer van zeggen.